Het Nationaal Jeugdparlement, NJP, neemt binnenkort een standpunt in over het dispuut tussen de ontevreden onderwijsbonden en de regering. De jeugdvertegenwoordigers zijn nu in beraad over deze kwestie. De BVL en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, hebben zich de afgelopen week weer geroerd. Deze onderwijsbonden onder leiding van Wilgo Valies zijn nog steeds ontevreden over de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Het NJP heeft gisteren een gesprek gehad met de bondsbesturen. NJP-voorzitter Kelvin Konicki vindt het jammer dat de regering en de onderwijsbonden elkaar nog niet kunnen vinden. Hoewel hij begrijpt dat deze kwestie ingewikkeld is, is voortzetting van het onderwijsproces het belangrijkste voor hem. Wij focussen sec op het stukje van recht op onderwijs. Want wij focussen op onze doelgroep en de doelgroep dat zijn de jongeren. En onderwijs is een middel om te investeren in de mens. En zeker in de jongeren. En dat moet onafgebroken gebeuren. En voor nu moeten we dan praten met ze om het aan te horen. Ik wil bijna zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk zeggen dat het een verloren schooljaar is. Maar zeker voor het jaar daarop. In de jaren die komen zullen we dan kijken hoe we kunnen anticiperen op zulke problemen. Om voor nu af pas een model te bedenken, een systeem, om te kijken van in de toekomst dat het niet meer gaat gebeuren en hoe we dan kunnen inspringen. Dus daaraan werken we nu. Konicki zegt verder dat de regering haar verantwoordelijkheid moet kennen. Hij merkt op dat de focus te veel wordt gelegd op examenstudenten. De overige leerlingen moeten ook de nodige aandacht krijgen. Want er moet een oplossing komen. We kunnen zo niet verder. Want onderwijs kun je niet stoppen op een of ander moment. Want dat ding ook is, er wordt alleen maar gekeken naar de examenstudenten op dit moment. Want we zullen dan voor nu kijken naar de examenstudenten, zodat ze hun examen kunnen afleggen. Maar hoe zit het je moet kijken naar een ietsje grotere plaatje. En de populatie van leerlingen, van studenten is veel groter. En niet alleen maar examenstudenten. Want je hebt ook andere studenten die in de eerste, tweede, derde, vierde klas zitten. Die ook zeg maar hun repetities moeten maken en noem maar op. Dus dat zeg ik je, voor nu is het een ingewikkeld. Het is een probleem dat je echt iedereen nodig hebt. Deskundigen. Ook veel informatie van moet hebben voordat je een besluit neemt. En daarmee zijn we bezig om alle informatie te zoeken. Om dan naar buiten te komen. Veel sterker ook met een standpunt van dit is het standpunt dat het jeugdparlement zal nemen. Jeugdparlementsvoorzitter Kelvin Konicki. Hij betreurt het dat de regering, de BVL en de ALS elkaar nog steeds niet kunnen vinden. Het Jeugdinstituut zal binnenkort een duidelijk standpunt innemen over deze kwestie.